Até gol! Gol de cedo! Zuidoost United is een club met heel veel geschiedenis in de sport- en amateurwereld, maar ook het sociale leven van deze regio van Amsterdam. Maar vandaag hebben we die 88 jongens uitgenodigd en meisjes, ik heb ook wat meisjes gezien, die even met de Real Madrid Legends en mezelf en meneer Edwin Moses een balletje hebben kunnen trappen. Een beetje plezier maken, laten zien dat people care. We komen even langs, een beetje hoop geven en hopelijk vanuit deze jongens kunnen ze hiermee weer eventjes ook hun familie die, en vrienden die erachter staan. De mensen die elke dag met ze werken vanuit de organisatie weer wat hoop geven en kracht geven om verder te gaan met het goede wat ze allemaal doen. Nog twee duizend op het plan. We hebben nu al kunnen zien dat de organisatie staat, dat functioneert. Die jongens hebben plezier, ze luisteren. Ik heb discipline gezien, ik heb passie gezien. Nou, dat zijn twee van de zaken die je meteen oppikt. En daar hebben ze mij echt niet voor nodig. Er zijn echt heel veel mensen die hier hard en competenties inzetten voor deze projecten. En het is aan de gemeente, en dan praat ik over niet gemeente vanuit het ministerie, maar gemeente mensen. De mensen, de community, om erachter te blijven staan, die mensen te steunen, vrijwilligers te blijven helpen. En onze jeugd de kansen geven om te kunnen sporten en om niet te blijven hangen, maar iets met hun leven te doen wat gaat geven voor de toekomst. Het is heel prettig om deze mensen bij ons op een complex te krijgen. Zuidoost United bestaat vandaag 5 jaar. Of we vieren vandaag ons 5-jarig bestaan. En het is, we krijgen een heel mooi cadeautje door Clarence en de jongens van de oudspelers van Real Madrid. Ja, wat wil je nog meer? We zijn hartstikke blij. De woorden die Clarence gesproken heeft over wat wij moeten doen en wat wij nu aan het doen zijn. En waar we naartoe kunnen gaan en wat zijn bijdrage nu is om hoop te geven aan de mensen hier met de vereniging, met de vrijwilligers. Jij, ik, al die andere mensen die heel stinkend hard hun best doen om Zuidoost te promoten. Nou, dit is toch wel iets wat Zuidoost goed kan gebruiken om te laten zien van wij doen iets. En er zijn grote mensen die dat zien en they care. Wat is de volgende stap? Ja, de next level, daar hebben we het met elkaar over gehad. Dat betekent, we hebben ons gefocust in de eerste instantie op de organisatie. Dat is heel moeizaam gegaan, zoals iedereen dat weet. Maar wij zijn volhardend, wij gaan door. We zijn bezig met financiën op orde. Financiën op orde, heel erg belangrijk. Twee jaar op een rij in de plus. En we gaan nu dus een stapje verder. Al met al de organisatie staat, maar nu gaan we ons focussen op het veld. Dat betekent, we gaan echt kijken naar dat voetbalgedeelte waar wij eigenlijk in principe dit avontuur allemaal voor begonnen zijn. We hebben een project dat heet Succes is maakbaar. Dat betekent op het moment dat wij in staat zijn om voldoende gekwalificeerde trainers hier naartoe te halen, om die kinderen, want daar gaat het uiteindelijk om, op een dusdanige wijze te kunnen trainen en te kunnen begeleiden, dat we daarmee eigenlijk die twee talenten per jaar naar een BVO kunnen af gaan leveren. Maar daarnaast is het natuurlijk wel zo, voetbal is meer dan alleen voetbal. We leren die kinderen sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden, klein beetje recht met de scheidsrechter. Ze leren winnen, ze leren verliezen. Kortom, ze leren omgaan op een bepaalde manier met elkaar, hoe je later in de maatschappij ook met elkaar om zou moeten gaan. En dat is met samenwerken. Goal! Goal die